mina 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 mina. Iets bijbrengen aan kinderen doe je best spelenderwijs. Hé, hey, die man die vroeg, hey mens, kennen jullie het verhaal van de aaien? Dat hebben ze ook in Tessenderlo goed begrepen. In samenwerking met de provincie Limburg hebben ze daar afgelopen donderdag zo'n 160 kinderen leren kennismaken met het boeiende leven van het zuiden. We willen de kinderen eigenlijk op een speelse manier tonen dat het leven niet overal hetzelfde is. En ja, eigenlijk om een beetje meer verdraagzaamheid, begrip en dergelijke naar allerlei soorten culturen, achtergronden, mensen op te brengen. En dat willen we eigenlijk doen aan de hand van deze soort workshops. That's what I'm talking. Dus. Ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen ook beseffen dat het niet overal hetzelfde leven en wonen is zoals wij het hier in Tessenderlo gewend zijn. En ik denk daarom dat het als gemeente belangrijk is om daarachter te staan en zulke projecten ook te steunen en mensen bewust te maken eigenlijk van de dingen die er in het zuiden gebeuren en laten zien hoe wij een steentje kunnen bijdragen om het daar misschien een beetje makkelijker te maken. Een van de workshops is het recycleren van materiaal om speelgoed te maken. Ze hebben eigenlijk bijvoorbeeld dit fluitje gemaakt. Dat is aan de hand van een vorkje eigenlijk waar ze frietjes mee eten. En dan leren de kinderen eigenlijk dat ze met materiaal wat gewoon weggegooid wordt, dat ze daar eigenlijk ook nuttige dingen mee kunnen doen en wat leuk is om te spelen of te gebruiken. Dat komt goed. Daarna breek je die af. De andere kant zelf te doen. Ze staan daar eigenlijk wel van versteld dat gaat. Want in eerste instantie zag ik ze denken, wat moeten we daar nu eigenlijk mee gaan doen? Maar als het dan allemaal tot een mooi geheel kwam, dan waren ze echt verbaasd en blij eigenlijk dat ze een simpel fluitje hadden. En iedereen begon natuurlijk dadelijk met dat fluitje te spelen, dus dat was zeker wel heel leuk. Ik heb vandaag al een lumpia gemaakt met banaan. We hebben ook met de djembe gespeeld en we hebben daar ook veel van geleerd. Allee, ik bedoel ermee dat ook heel leuk was om daar zo, ja, dat ik echt eens met passie mee kon bezig zijn. Eten gemaakt en we hebben het ook opgegeten. Ik heb ook geleerd dat het heel anders is als hier zo. Ook de cultuur. Het is heel moeilijk om op die trommels te spelen in Amerika. Dat is kei moeilijk, maar je moet het wel even bijleren. En na veel inspanning wordt de namiddag afgesloten met een Senegalees feestje.